zaterdagochtend. Dus super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben hier samen met Blondie en ik ben in sets. We zijn allebei het lichtroze en ook het zadel. En daar is Daan bezig met Kier. Goedemorgen! En wij spreken iedere zaterdagochtend af om samen TikTokjes te maken. Dus wij gaan nu volgens mij even naar een weilandje toe. Gaan we mooie foto's maken eerst. En we gaan ook een paar TikTokjes opnemen. Oké, we zijn inmiddels even op weg naar iets waar we foto's kunnen maken. Met Blondie. En hier achter ons, Kiriwiri. Die voor het allereerst in zijn leven op buitenrit. Ja, buitenrit. Van de trein af is. Maar hij is wel heel braaf, toch? Ja. De verbazing in de haar stem. Ze doen nu billentraining. Ik weet niet precies wat er dan billentraining aan is. Kier vindt de bandages in ieder geval heel spannend. Dus dan tilt hij extra zijn benen op. Ik heb les. Om over 8 minuutjes. Samen met Blondie. Les vandaan. Ik heb er erg veel zin in. Ja, ik ga het wel. Ja. Die Blondie loopt ook gewoon tegen het raam aan. Oh ja. We hebben Blondie les gehad en het ging vandaag best wel heel erg goed. Dat zeg je altijd. Wat ging er dan goed aan? Nou, we hebben vandaag wat op andere dingetjes gelet dan normaal. Want Suus van de zadelmaker die had gezegd dat ik meer op rechts moest gaan rijden. Dus dat hebben we ook meer gedaan. En we zijn meer gaan wijken, meer volteltjes gaan rijden. Dat is aardig gelukt. Stappen afspoelen. Ja, want het is echt heel warm, want het is nu. Oké, ik ga het nakijken. Bijna. Ja, wat wil je weten dan? Hoe warm het is. Oh ja, dat is toch niet belangrijk? Het is op dit moment 19 graden met een zonnetje. Dus dat voelt aan als 25. Dus het is heerlijk weer. Hallo, ik ben bij de Blonde Pony. Ik heb vandaag een drukke dag gehad al. Want ik ben naar school geweest, weer voor het eerst. Ja, dat was best druk. Ik heb musical geoefend. Ik ga Verona en Boris ga ik logeren. De meisjes gaan ook nog even op de wei. We hebben nu een tijdstip eerder, dus nu van 3 tot 5. Dus dat is ook wel heel erg fijn, want dan wordt het niet heel laat. Want ik moet natuurlijk weer gewoon naar school toe en daarmee beginnen. En het veulen is geboren hier. Het is een hengstje. Ik weet nog niet of ik hem bij je mag filmen. Dus dat ga ik nog even navragen. Ze staan echt altijd super dicht bij elkaar. Oh, wat is Blondie vies. Ja, ik denk dat ik maar even ga beginnen met Blondie poetsen en in de stapmolen. Ik heb Blondie gepoetst. Verona, die heb ik in de stapmolen gezet. En Blondie ook. Boris ook. Ze staan nu met z'n drieën op een rijtje. Als eerste hebben wij hier Verona. Dan gaan we door naar Blondie. Dan gaan we naar Boris. Ik heb hier de longeerlijn en ik ga naar buiten toe. Verona halen en lekker met haar freestylen. Ik ga beginnen. Dinsdag. We hebben zondag niet gefilmd, want toen was het moederdag. Toen zijn we een chill dagje thuis geweest. Gisteren, wat hebben we gisteren gedaan? Ik ben weer naar school toe geweest. Oh, toen heb jij wel gefilmd? Ja, heel veel. Dus dat was prima. Dus dat hebben jullie allemaal gezien. En nu is het dinsdag en Rick had het geniale idee dat we gingen filmen hoe het is om Blondie te zijn.
Dus Blondie heeft nu de GoPro op haar hoofd staan. Kijk dan. En dan kunnen jullie meekijken met het leven van een paard. Het is weer wat anders. We gaan poetsen en rijden, denk ik. Ja. Tess en ik gaan even rijden in de buitenbak. Uitstappen en poep scheppen, dus dan doe ik altijd even de zaal, dan is het gaatje losser. Maar deze buitenbak nodigt uit om te rollen blijkbaar. Met als gevolg dat ze met zaal dan al door de knieën dook. Ik was nog op tijd, dus toen kon ik toch nog even zeggen, dit gaan we niet doen. Ik heb het niet op film, jammer, maar ik was wel boos. Wat zijn jullie aan het doen? Ik weet niet, wat zijn we aan het doen? Mosterd maken. Mosterd? Ja. We zijn slobber aan het maken voor de paardjes. Ja, slobber. We zijn de slobber. Kijk, dit is de slobber. Ja, maar dat moet eerst. Hoeveel uur moet het weken, Tess? 6 uur. 6 uur. Dus dat kunnen we nu nog niet gebruiken. Dus over 6 uurtjes kunnen we dit aan de paardjes geven. Oeh. Dat is lekker. Kijk, dit is slobber. Ja, maar we moeten eerst nog even trekken. Wat is trekken? Nou, dat al deze brokjes. In al deze broekjes. En er gaat allemaal water zitten, waardoor deze broekjes heel groot worden. Hoep. En dan handen afdrogen misschien? Ja. Eerst even afvoelen misschien. Oh. Ah. Je wordt ook afgespoten door slang. Zo. Wij hebben gereden. Ja. Wij gaan naar huis toe. We gaan eten. En morgen ga jij in de ochtend weer naar de Arkhoeven toe. Ja. En ik ga overmorgen weer naar school. Nee, ik ga morgen ook naar de Arkhoeven. Ja, morgen ga ik ook naar de Arkhoeven. En overmorgen ga ik weer naar school. Tot morgen. Ik ben hier samen met Boris. Boris is vandaag erg geïnteresseerd in van alles en nog wat. Ik ook. Oh, ik heb vandaag les. Samen met Boris. Vandaan. En dan gaan we kijken hoe het vandaag gaat. Ik hoop dat het beter gaat dan de vorige keer. De vorige keer heb je alleen maar gezegd dat het heel goed ging. Ja. Het ging zo goed rijden. Ja, de vorige keer ging het inderdaad ook heel goed. Ik hoop dat het nu nog beter gaat. Goed, soepel zitten. Zo, dus echt jezelf daar dwingen en leren om zacht tot weinig contact te nemen. Goed zo, ja, keurig. En dan ga je zo lekker van hand veranderen. Goed zo, ja, recht maken. Goed zo, ja. Ja, dus eigenlijk in zijn lijf gebeurt er iets, dat is de oorzaak. En hij reageert daarin door sterk te worden in zijn mond. Dus dat is dan eigenlijk het gevolg van de oorzaak. Dus als je dan in zijn mond het oplost, dan doe je wel het gevolg oplossen, maar de oorzaak eigenlijk niet. Goed zo, in balans. Ikkie gaat de verkeerde kant op. Goed zo, in je kuiten corrigeer je. Goed zo. Ja, draai de volte hier nog maar een keer door. Nou, ik heb mijn hands-free cap op vandaag. Ik heb Tess met Boris geholpen. Dat ging echt heel erg goed. Ze hadden even een dipje. Hè, Tess? Ja. Jullie hadden even dat jullie weer aan elkaar moesten wennen. Dat we even moesten weten wie was nou de baas en wie ging wie vertellen wat er ging gebeuren vandaag. Maar we hebben dat eigenlijk, zijn we nou weer heel erg op de goede weg. Door gewoon consequent te zijn, niet boos te worden, maar gewoon heel duidelijk te zijn voor hem. Dat we doorzetten in wat we willen.
en hem niet de vrije loop geven, hè, want dat mag ook niet. We moeten net een beetje tussen heel streng en heel lief. Daar moeten we net een beetje tussenin zitten. En dat gaat eigenlijk heel goed, hè? Ja. Ja. TikToks zijn opgenomen. Paardjes hebben een ecostelsupplementje en Slubber. En ik was net Veroon eventjes aan het longeren, freestylen, iets. En toen zag ik dat er wat knuppeltjes begonnen te vormen. Op haar vat. Nou, dat is wel weer lang geleden. Ze heeft één keer eerder gehad, ook toen ze het ecostel begonnen was. Dus ergens gaat er iets heel goed, daar ben ik heel blij mee. Verder doet ze het ook sowieso heel lekker. En ik ga zo nog even haar voetjes doen en van Blondie. Want ondanks dat ze hoeven een pees gehad hebben, moet je dat natuurlijk wel een beetje bij blijven houden. Zeker nu het zo droog is. Dus hun eten nog even een hapje op. En dan ga ik even nog voetjes doen. En dan mogen ook Tess en ik eten. Ik ben samen met Maren. Je kan het, zeg het. Ik ga haar naam nu niet meer zeggen, want dan ben ik bang dat ik het fout zeg. Wij gaan vandaag weer een TikTok opnemen. Laten we hem eerst maar even oefenen. Ja, klaar met de TikTokjes. Tess gaat Boris even halen. Ik ga Veroon even halen. Ik had niet verwacht dat we zo snel klaar zouden zijn. Het wordt nog eens goed in dansen. Dus we zetten Verona en Boris even in de molen. Die twee zijn vrij vandaag. Ze hebben met Blondie zo meteen les. Ik had achteraf wel gewoon kunnen rijden. Maar gisteren was het best wel langzaam met de TikTokjes. Dus nou ja, goed. Zijn ze een dagje vrij. Maakt niet uit. Ik ben hier samen met Blondie. Blondie is het er niet mee eens, want Verona staat in de stapmolen. Zonder de blonde pony. Oh, ja, ineens zat ze erop. Oké. Okay. Oh, toen was ik er. Wat ga je doen? Nee, ik ga even voelen hoe Blondie voelt. En dan kan ik daar Tess weer wat beter mee op weg helpen. Blondie was wat sterker aan rechts, dus ik heb een beetje wat geoefend om te wijken voor mijn rechterbeen. En verder was ze eigenlijk heel erg fijn. Ze was heel zacht in haar mondje, dus daar was ik blij mee. Veroon loopt voorop, dus ze doen eerst Verona. Die mogen naar hun stal. Tess is klaar met de les. Dan mogen wij zo naar huis. Gek. Krijg je als dingen ineens sneller gaan dan dat je gedacht had. Even kijken. Hallo vrouw. Zo. Kom maar. Dat voorzichtig zijn. Veroon die is wat ouder. Ze moet even haar eigen weg vinden, anders glijdt ze uit. Kom maar vrouwtje. Goed zo. Toet toet. Hoeven ze eigenlijk niet zo vies. Oh, wat lief, dankjewel. Ik heb ook nog een lieve mevrouw die even de molen voor me aan wil zetten. Zo, dank u. Kom maar, vrouw. Die gaat lekker naar haar stalletje. Ja, jij. Lekker naar je stalletje. Diepe teleurstelling. Niks te eten, je krijgt zo, schat. En ook Borisje is klaar. Kom hier, jongen. En die is iets handiger als Veroon. Kom maar. Dan mag die ook lekker naar zijn stalletje. Wij gaan naar huis toe. Ik heb net les gehad. Met Blondie. We hebben vandaag gewerkt aan luisteren naar mijn been. Ja, vooral het oprekken denk ik van de rechterkant. Ja. Het is vandaag. Ja. En ik ben bezig met Blondie in te spuiten met ontklittingsspray. Ja,
Ik ga haar schaartje doen. Ze gaat dus op Boris rijden, maar we gaan eerst even met Blondie nog een video opnemen. Want we hebben nog helemaal geen zondagvideo. Die hebben jullie inmiddels al wel gezien. Die gaat over allemaal spannende dingen. Is het te groot voor Blondie? Reageer is. En nog wat onderwerpjes die vaak naar voren komen. Dus ja, dan moeten ze de video kijken. Dus die gaan we zo meteen even opnemen. En dan hebben jullie die al gezien. Oh, ik ben in de binnenbak, dus ik had mijn andere cap ook kunnen doen. Ik vind deze cap heel fijn, omdat die een hele grote zonneklep heeft. In de winter ben ik liever die andere, want dan heb ik die zonneklep eigenlijk niet nodig. En buiten wil ik ook altijd graag een zonneklep, want anders dan verbrand ik ook nog. Maar goed, ik ben nu binnen, dus ik had net zo goed de andere cap op kunnen doen. Einde verhaal, cap. Goed. Tess is Boris aan het zadelen. Die komt zo meteen ook in de bak. Buiten zijn de lessen bezig, dus daar kunnen we helaas niet heen. We gaan het weekend ook buiten ritten maken, dus dan doen we dat vandaag even niet. Dus ik zie jullie zo. De andere camera heb ik wel de accu's opgeladen, maar die heb ik vrolijk op mijn bureau laten liggen. Dus ik heb even mijn telefoon hier. En dan wordt het iets minder makkelijk om te filmen met een standaard. Want wel, het kan wel, maar dan moet ik teststenen van het pakken. Daar is de Tessa. Hey. Met de Boris. Ja. En Verona denkt, oh, dan moet ik heel hard. Ja. Ga je doen? Rijden. Denk je? Nog iets intelligenters te zeggen erover? Dit was het. Oh, en nog iets over te groot of te klein. Als ik vanaf hier film, dan is Tessa niet te groot. Als ik vanaf daar film, dan is de been al veel langer. En als ik zo film, ik weet niet of ik dat kan zien nu, want ik hang over mijn paard heen, dan is ze veel te groot. Dus de hoek van filmen of een foto maken geeft perspectief over hoe groot iemand is op een paard. Dus ja, voor Boris vind ik er iets wat aan de lange kant, ja, maar niet te zwaar. Maar voor Blondie zeker niet. Ik ben momenteel vooral bezig met de benen te rijden, niet met de teugels. Het geeft niet altijd het resultaat dat je zou willen, maar het leert ze allebei op eigen benen te staan. Dus het klopt, hij kan veel meer neerwaarts, voorwaarts rijden, hij kan ook veel beter aanleunen. Alleen dat is niet wat ze nu aan het trainen zijn. Dus het is wel de bedoeling dat dat komt. Het is ook de bedoeling dat hij dat gaat doen, maar vanuit zijn eigen lijf. Als ik die zo goed begrepen heb. Nou, we zijn nu een tijdje bezig. Dan is het een aardig drafje in. Nou, dan kunnen we dat bijna een verruiming noemen, denk ik. Ziet er netjes uit.